gaat niet met jou. Hoe was hij? Zeg jullie goed. Hoe is hij? Goed. Houd hem. Bedankt. Dan gaat u nog een keer. Hoe was hij? Goed. Hoe is hij? Goed. Houd hem. Bedankt. We beginnen al heel gevaarlijk. Want de eerste die aan bod komen, dat zijn de Loverboys. Zoals ze zeggen, hè, wij twee zijn Loverboys. Ik ben net. En ik net niet. En wij zijn van de relatie bemiddelingsbureau net of net niet. RBBNN. Wij, net en net niet, zijn benaderd. Hey, dat is maar grappig. Zijn benaderd door een bekende figuur uit Nederland. Hij had gehoord van de actie van BNN. En komt op voor de doelgroep voor de oudere jongens. Oudere jongeren. Hè? Hij vond het een ontzettende discriminatie wat hier in Limburg gebeurde, want het is allemaal tot 45 gebaseerd. En hij zegt, ik zet mijn eigen in en ik ga boven die groep van 45. Ja, en hoe gaat ons programma heet eigenlijk? Crack werkt mooi of crack werkt niet hoor. Wij hebben al jaren een bureau van een fijnmazig netwerk. Kort samengevat, spil. Speciale personen in Liemt. En als sommigen zeggen, dat moeten we bij, dat moeten we af. Doen we niet, deze is onze naam. Er zijn mensen die houden alles in de gaten, Liemt. En wij gaan daar zeggen wie er daar in ons netwerk zit. Ze hebben dat, doen ze met discreet, houden het liefdesleven in acht. Dus die mensen hebben wij benaderd om in ons netwerk te komen. Ja. Wij hebben natuurlijk ook contact gezocht met Brabants Dagblad en het Brabants Centrum. Maar die waren deze jaar niet bereid om onze informatie te verstrekken. Dus we hebben ons eigen netwerk maar aangesproken. Theo, wie stond er bij ons bovenaan? Bovenaan, stom. Niemand anders dan Kapper Marty. Kapper Marty is de grootste nieuwsgierige mens van heel Nederland. Nou, de grootste is niet goed woord. De grootste ouwe hoer. De grootste ouwe hoer van heel Nederland. Dus die zit in ons netwerk. Toos Schroen. Ja, Toos is een beetje onze geheime agent in Limde. Toos die hoort regelmatig aan een brievenbus en die denkt van oké, daar weet ik dat weer. En Toos is natuurlijk wel een hele knappe postbode, want hij is de post. Er staat geen goede adres op. Toos zorgt ervoor dat die liefdesbrieven in de goede geluid terechtkomen. Hè. Dan hebben we nog Harriëtje van de Velde, die van de zware tent. Overdag zit ze onder het volk. Hè? En s'avonds, dan zit ze op Facebook, social media, dat hebben we ook nodig, hè? Social media. Daar heeft ze meer verstand van als een goed broodje shawarma bakken. Harry Rijmakers. Ja, ja, die mens. Ja. Ja, die kennen ze. Waar heeft die verstand dan? Ik kan me zo zeggen wat die verstand hebben. We zeggen ook niet dat die mensen verstand hebben die we nog doen. Dus, Harry Rijmaak zit overal on en bij. Hè. En als Harry zijn looprecht en zijn vizier scherp stelt, dan komt Harry erachter. Jongens, denk eraan. Ja, zeker, want die heeft het zat. Hè. Ja, ja, ja. Maar we moeten nog even doen. Het komt overal. Heb ik het zat? Het ook het zat. Want sinds dat hij werkt, heeft hij het zat. We hebben ook een jaar een betaalde informant gehad en dat was Jos Evers. Maar ja, met Jos en informatie, dat ging een beetje hetzelfde als met zijn consumpties. Je kreeg steeds minder, maar je moest steeds meer betalen. Als lesje van Peter van der Heijden. Want als je met Peter op de pijnbank ligt, dan kan hij alles vertellen. Die knijpt er alles uit weg wil. Heb je toevallig gehoord wat er gaat gebeuren? Ja, ik heb gehoord dat Peter de naam van zijn praktijk kan veranderen. Ja, moet je hier maar eens vragen, drie mensen, Visio Nova. Kunnen jullie daar drie keer snel uitspreken? En zonder slot? Nee, dat kan niet worden, hè? Nee, wat anders. Nee, Peter gaat naar je naam, docht. En, ja, nou, we gaan het wel zeggen, want dat willen we jullie niet onthouden. Oké, zeg het dan maar. De naam van Peter van der Heijden, zijn fysiotherapiepraktijk, wordt Lichaam in Balans. Wij hebben gehoord, op 22 februari komt BNN hier filmen. En goed, dan zijn wij al lang klaar, jongens. En dan hebben wij de opnames achter de rug. Ja.
wij pakken het groot aan, hè. Wij laten toe in kaart met vrouwen aankomen. En we hebben al her en der wel filmlocaties vastgelegd waar we gaan filmen. En, ja. En we beginnen bij Laura's Vurde, nagenoeg naar je introductie van onze kandidaat. Er zit iets achter, hè? Vertel maar. Ja, ik ben ook alweer gebeld door Tonneke van Alphen hier van de Nijen, eigenaar van een Durst. Ja. Die vroeg zijn eigen af, als je nou zijn vriendin de Nijen Vurde wil geven, of ze dat ik ze een kroet voor zou kunnen krijgen. Een andere locatie, de trouwzaal in het gemeentehuis. Dat is niet zo moeilijk, ik heb de sleutel toch. Ja, dat is hoor. Gewoon bij Ocelle filmen. En ook een beetje aan de man brengen van vuurboetsmiddelen. Ja, of Viagra, dat vallen ze zo ook niet bij, hè. Dat is ook. En we gaan ook nog naar familie Vlaar over, bed en breakfast. Dat is zeker bed en breakfast, zeker in deze taal, dan is het een beetje bed en breakfast woppen. Woppen? Dat is meer om bij te pleiten. Oh, ja. Ja, wij hebben natuurlijk ook gezorgd voor een Liemse Nicolette Kluijer. Ja, die had het er net over, maar wij hebben ze. Ja, wij hebben ze. Gerard, daar staat je daar van te kijken, let op. Ja. Nee, wij hebben gezorgd daar naar een slimme, sexy, vrolijke meid. Hè? Ja, pak meer nog. Ja, van alles. Dan heb je daar Liemke gevonden. Ja. Hallo. En passend bij de filosofie van ons bureau, hè, van net of net niet. Hè. En we hebben natuurlijk een aantal namen de revue laten passeren en daar willen we even met jullie delen. Zeker weten. Wie zus? Dietra. Geen tijd. Grootste druk, DVG, kerstboom schroevelen aan papier. En zo nu en dan werk hier. Ik zou meer op Toos gaan. Ja, Toos had ook geen tijd, want Toos zit al bij ons speel. En in de vrije tijd die ze over hebben, moet ze bedienen. Wie dan? Ik ga gedacht aan Tony Sanders van CPN. Toos. Je hebt wel fans, maar je weet niet al hoe de vlaggen weer staan. Ik denk meer aan Margot Brands. Ja, Margot Brands, je hebt natuurlijk alleen naar die krullenbol gekeken, maar we zochten toch een slimme meid. Het is hier bijna net zo druk als op een feest van Hintje van de Brand. Man, die was zo blij, hè. Die was zo blij dat hij de 50 gehaald, hè. Die visje ons allemaal. Ja. Op groen vingers zitten. Ja. Maar hoe dan ook, hè? Hoe dan ook, had je hier van het wapen van Liem, die weet ook van feesten. Hij geeft zelfs van bier zo even niks weg. Gisteren al. 15 jongen, daar zit nog veel oorlogs op prijs, hè. Maar dat komt omdat hij eigenlijk een beetje ook de grote winnaar is van de bonnenactie van op Liem gewund. Want de twee hoofdprijswinnaars, Maarten Temeer en Toos Kronenberg, hebben al die gewonnen bonnen al lang weer opgebracht. Hier, daar had je. En onze rijkste prins, hè, die is er ook alweer voor u bij. Ja, altijd al rondje de vissen als er gevist moet worden. Er is geen vis als ik er niet bij ben geweest, zit hij. Wij zijn er dus ook niet bij. Martin de Sky is de limit.nl. Dat komt, sinds kort. Ondanks de crisis nog lang niet vleugelam. Met kunst en vliegwerk hebben wij weer tijd kunnen vinden om... Weet het trouwens dat Willy iets voor het samen doen? Voor het doen met Fons. Wij van International Martinair de Sky is de Limit.nl, .com, zeggen maar zo: nooit doen! Die fondsen van tegenwoordig. God dan voort met pensioenfonds.
Twee pils. Willy en Fons, samen zijn die uit de kast gekomen. Dan vroeg Wimke van der Zaan, die is er weer. Nee jongen, die zijn niet uit de kast gekomen, ze zijn in de box gegaan. In box. Inboek moeten wij vissen. En als je dan daar ziet in de boxjes, kijk hè, die oude kop hè, dan moet het toch ook wel eens uit denken. Wie zijn daar ook weer? Dat al die oude weer terugkeren naar de babytent? In de box. In de gat. Hé, alle bressen hè. Alle bressen. Is die ook alweer hier? Is de volgende ook. Het worste woord is al die ook alweer zijn. Die gebruikt ook voor. Gebruikt ook voor het Facebook. Voor zijn recepten. Is hier of is hij aan zijn receptenboek aan het werken? Is hier Albert hier? Albert. Hé, hey, Albert. Ben benieuwd trouwens of hij dat recept van de Lange van Drunen opneemt. Dan zit hij een spacecake. Gebruiken, hè. Gebruiken. Wat denken jullie? Zou Koen... Nee, Koen van Leeuwen. Zou Koen de Kort gebruiken? Als hij niet gebruikt hebt, dan wordt hij misschien wel de toewinnaar. Want alle toewinnen, die hebben wel gebruikt. We hebben hier al gezien dat hier al jaren een grote poppenkast is. Dan voelt het eigenlijk wel thuis. Maar wij hadden nooit geen attent. Ja, wij wilden eigenlijk wel al eerder hier iets komen zeggen. Maar... we kwamen tijd tekort. Maar gelukkig hebben we nu de tijd gevonden. Want daar kunnen we hier enkele problemen oplossen. Want het gaat hier goed misgeliefd. Dus kom maar op tijd. Dus kom maar op tijd. Dus kom maar op tijd. Landgenoten! Je bent hier lief, jongen. Dat is mijn derp. Het is gewoon ons, man. Ploegers en ploegerinnen! Nee, dat is die andere hoort, jongen. Excuus, confer. Dorpsgenoten! Linde gaat naar de kloten! Mes amis, er is een volledig gebrek aan de inzet van de juiste marketingtools. Consulteren van de juiste mensen, uitvoeren van de juiste projecten. Kortom, een totaal gebrek aan toekomstvisie en inzicht! Ja. Hij zit dus eigenlijk... Het gaat niet echt goed in hem. En als er dan eindelijk, na jaren van vruchteloosheid, een bus met een 20-tal gewillige en ervaren stadse dames onze gemeenschap aandoet, wie, mis aan wie zorgt er dan voor dat ze zich hier ook zullen vestigen en van added value voor ons zullen zijn? Even wachten, added value, toegevoegde waarde. Ja, kijk, dan rekenen we... Impressies, hou je wel, grote nerd. Mis aan wie, heb geen verwachtingen van de dorpsraad. Een orgaan homo sapiens ridicule met een volstrekt blanco palmares. De dorpsraad door Erik en Flikker aan. En zet uw geld niet op de Leemse ondernemers, mes amis. Een conglomeraat volledig gericht op munten die met loze blik haar pijlen richt op zaken completely beside the point. Verder zou het goed zijn als Nel wat prikkelender de meloenen presenteert. Misschien moet Willy Berens ander vlees in de kuip. En het zou ook goed zijn als Tinus Roest het tropisch hart houdt. En de middenstand zal ook het verzamelde politieke veld zich moeten mengen in deze strijd. Onderlinge verschillen zullen terzijde moeten worden gezet. En men zal zich als één combinatie met de juiste balans in moeten zetten voor dit groot belang. Ja, en dan Gerben Rutte, hè? Voor
Die kan alleen met groen omgaan. Door zijn deze dames nou net niet. Hey, hey, dan pak ik toch Peter van de Wiener, Peter! Chris Putmans, kan Tarzans rondbrengen. En de kiel van Lune kan een perfecte afwerkplaats timmeren. En hij kan weer van Lune, kan mooi uberen. En weer van Lune kan die elektrische speeltjes mooi repareren. Ja, en hij weet we zijn uit, die fietsen er wel in. En als de nood het hoogst is, is Tossie de man. Ja, wij werken momenteel, ja, we zullen het niet geloven dat wij bij Fly High werken. Ja, wij werken momenteel voor Dr. Love. Ja, 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 ja. En we hebben een eigen bureau. Dat staat bij ons op kantoor. Ja, ja, we werken volgens de ingrediënten en de regels van Dr. Love. En die Dr. Love, die hebben iedereen niet echt een dokter. Meneer Bob? Ja. Fysiotherapeut? Ja. Peter van der Wiel. Sorry. Zit ik zo vol van Peter van der Wiel? Sorry. Peter van der Heijden. Ah, ook geen tijd. Moest gewoon talissen. En weet u wie eigenlijk overal alles vanaf is? Zeker als het over vrouw wordt, tenminste de mensen zelf. Hallo? Ja? De voorzitter van de ondernemingsraad, Michel Michielsen. Ik denk dat je waar is. Verstand van vrouwen? Stoor hier. Nou. Hij heeft misschien wel verstand van ondernemen. Pas toch, Michel? Ah, ook geen tijd. Hoe is het geholpen? Dus je hoort het al, hè? Hoe hoger de functie, hoe kleiner de ballen. Want zo'n lerares die blijft zeggen, en nou doen we het nog een keer. Dus ja, die laat die was er gewoon helemaal klaar. Niks meer aan doen. Gewoon helemaal niks meer aan doen. Nee. De volgende waar die boven. Zat al een paar uur kort aan de bar. Hij moet zo gaan meedoen. Ik zeg de lieve jongen, je moet tussen de 20 en de 45 jaar zijn. Je bent over de maat. Ja, ja, zei Huub, heb nog een flaconnetje gehad. Hij zei, ja, maar jullie met al jullie ingrediënten, jullie kunnen toch wel verzorgen dat ik er een beetje jonger kan zien. Nou, Huub, nee, dat kunnen wij niet. Maar, zei ik tegen Huub, wij kunnen er wel voor zorgen dat jij niet ouder wordt. Ho, zie je, prins Lars. Het is een grote mond. Het is geen feest als Huber is geweest. Dan weet jij toevallig, Emiel, Willem getrouwde mannen meestal dikker zijn als vrijgezelle mannen. Ja, zei Emiel, dat weet ik. Hij zei, mannen die vrijgezel zijn, die komen s'avonds thuis, kijken in de koelkast, en die gaan dan naar bed. En getrouwde mannen, die komen thuis, kijken wat er in dat bed ligt, en gaan naar de koelkast. We hebben ons optreden van vorig jaar geëvalueerd en we hebben spijt. Ja, 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 nee, we hebben spijt van de manier waarop bij jou eigenlijk vorig jaar onderhand hebben genomen, Gerard. En dan willen wij toch wel even zeggen waar iedereen bij staat. Sorry. Jij hebt het over de na-show. Na je show, moet ik zeggen. Na-show. Stop in the name of love. Daar heb je het over. En jij noemt het in jouw persbericht, noemde jij dat een Darlings-programma. Met een L. Een L. Maar had die L... Ja, ga maar met de huisje staan. Ga ik in de huisje staan, Gerard.
Ja? Ja. Dat is slecht, maar ja, 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 nee, daar had R bij moeten. Dan was het een darlingsprogramma geweest. Oh, kijk, goed, goed. Nee, maar dan laat het erbij. Alleen, ja, alleen nog heel even. Heel even. Wat een merkjes, Gerard. Ja, of, Jan. Jan, ja, ja, sorry. Ja. Ja, ook de pistool, ja. Die zou ook in een grote zak mee moeten nemen, denk ik. Of niet? Want een zak met geld bedoel ik. Ja, dat bedoel ik, ja. Een zak met geld, ja. Ja, nou, ja. Dan denk ik wel dat de kans op restauratie van het Urgon een stuk kleiner wordt. Ja, en dat is weer funest als er opnames gemaakt worden. Want als de Urgon niet klaar is, dan ben ik bang dat die dames al voor het zingen in de kerk uitgaan. Ja, ja, maar er zijn nog wel andere locaties. Ja? Zijn, och, jongen, zijn, als, alleen het is niet de hoop dat ze dat dadelijk hier met carnaval gaan filmen. Hè? Want als ze met carnaval opnames gemaakt hier, dan hebben ze toch wel een groot probleem. Hoor. Dan wordt het toch wel een stuk minder, die locaties. Echt waar. Neem nou de Deurpenzeilberg hier tegenover. Je wilt er niet weten dat ze daar gaan filmen, of wel? Die is hartstikke dicht, man. En bij Jubelij met zijn schnitzelparadijs, die jij ook in de tet. En Ruudje ook hier niet met zijn schnitzels en zijn pannenkoekje. Het Schruifhuis en trouwens de Bundel. Jos? Ja, dat lijkt me wel iets. Jos? Ja, 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 dat lijkt me. Ja, niet Jos Evers als kandidaat natuurlijk. Oh. Snap je jullie zelf ook wel. Ja, die mag blij zijn dat je aan ze leidt. Ja, toch? Ja. Ja, en zijn kapstok, dat kan je nog wel verdienen. Ja. Dat stond het roosje niet, maar dat maakt niet echt. Maar we gaan het wel hebben over de punten, want kijk, toch is het toch ook regelmatig dansen voor alleenstaanden? Nou, niet alleen voor staanden. Nee? Nee hoor, nee, je mag er net zo goed gaan zitten. Ja, ja, nee, maar even deurgang, het wapen, dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet, of dat daar wel zo'n goede locatie is. Kijk, had hij wel veel ervaring, heel veel ervaring heeft hij, in het vrijgezel worden, hè? Dat is toch dat, hè? Volgens mij allemaal goed voor elkaar. Maar hij heeft nooit echt genoten, volgens mij. Nee, jongen. Een pakhuis. Wacht, Ab wil wat zeggen. Even wachten. Ab wil wat zeggen. Dat kan er komen. Dat kan er komen, ja, zeker. Ik hoop dat je komt, Ab. Ik hoop dat het kan komen, Ab. Ja, wie niet? Nee, dan komen we alleen met z'n allen kijken, dit raam. Het is net geld meer voor jou. Ja, nee jongen, het pakhuis. Het pakhuis, dat is een ideale. Jos, hè, als supervrijgezel met al zijn opgekropte energie. Jongen, die schiet meteen in de roos. Kan hij nog meer zo wat kwijt? Jos, die moet gelijk al die 15 stadsmeiden, die moet je gelijk pakken. En dan doet hij de namers in de winkel echt eer aan, hè? Dan doet hij de namers in de winkel echt eer aan. 15 stadse meiden in bordeel, het pakhuis. Daar heb je iets. Ja. Het zal spelen op wat goed doen, denk ik. Die zoeken toch naar allerlei nieuwe ingangen, hè, om lint op de kaart te zetten. Ja. En met 15 stadse dames hebben wel 15 na ingangen. Kijk. Ja, 15 na ingangen. Ja. Ja, echt wel. Koen de Kort, die moeten we nemen. Alleen, ja, ik weet dus niet of dat hij gedoopt is. Wat? Ja, dat hij gedoopt is. Oh, dood. Oh, nou, misschien mag je binnenkort wel bij de Riemse Oprah Winfrey. Oh. Weet wel, Jolien. Ja, Jolien. Als ze het verhaal doen, ja, ze zien binnenkort of hij ooit gedoopt is. Ja, nou, ik ben bang, hè. Als zij dat vraagt, Jolien, hè. Ze is niet zo zwart, maar wel zo lelijk, hè. Ik ben... Nee, dat begrijpen jullie verkeerd. Ik heb de mensen alweer gelijk. Oh, dat is helemaal niet waar. Daar zal ik dadelijk uitleggen, kom ik op terug. Ja, maar ik ben bang dat Argo Shimano niet mee zal werken. Waarom niet? Nee, die volgens mij vallen die stadse dames onder verboden middelen aan. Ja. Zo'n stadse dame, jongen, die zuigt, jongen, alle energie op het lijf. Hij is niet vol te houden. Zo kun je dan weer gaan. Stella, see you guys.